Hartelijk dank voor de uitnodiging op een eer de Egbert Schuurman lezing. Professor Schuurman en de familie Heusinkveld kennen elkaar al wat langer uit de tijd in Holten. Goede klant altijd bij boekhandel Heusinkveld. Dus vanuit die periode kennen we elkaar en het onderzoekswerk van professor Schuurman speelt ook een rol in het proefschrift. Ik ben gepromoveerd bij Henk Jochensum. En Henk Jochensum heeft samen met professor Schuurman het Lindeboom Instituut voor Medische Ethiek opgericht. Dus in die traditie ben ik ook bezig en ben ik gepromoveerd op de betere mens op mens verbetering. Als er vraag is prima achteraf, als er in de lezing iets zegt dat u zegt van ik moet even een snelle verduidelijking hebben of zo, gewoon de vinger opsteken, het is niet zo'n hele grote groep. Waar gaan we het vanavond over hebben? Over het verbeteren van ons leven. En het verbeteren van ons leven is ook gewoon een Bijbelse opdracht die wij hebben. God heeft ons de schepping gegeven met de opdracht om die tot ontwikkeling te brengen. En misschien heeft God wel gedacht, wordt het kroon of wordt het kruis? In ieder geval is de opdracht nog steeds om met de schepping iets te doen. Inmiddels zijn we al zover dat wij de technologie zover hebben ontwikkeld dat wij ook onszelf kunnen verbeteren. Of in elk geval dat denken te kunnen. En dan gaat het over jezelf opwaarderen door technologie of perfectioneren. Het spreekt voor zichzelf. We zijn zoals we zijn, maar kunnen we onszelf niet beter maken, niet opwaarderen, niet wat toevoegen. En dan gaat het over niet het lichamelijke functioneren zoals nu. Dus beter, mensverbetering gaat niet over genezing. Dat zeggen we ook vaak. Hè? Als we ergens van genezen zijn, zijn we weer beter. Daar gaat het vanavond niet over. Het gaat over een gezonde situatie die wij niet goed genoeg vinden. En dat we die willen uitbreiden boven normaal. En eigenlijk zit er ook wel iets achter. En dat is ook wel dat wij de toevalligheid, de risico's enzovoort van het leven wat meer in handen willen hebben. Waar hebben we het over praktisch gezien? Over mogelijkheden om ons fysiek te verbeteren. EPO kent u uit de wielersport, dat is gewoon doping. Dat is een vorm van verbetering, enhancement, waar wij het vanavond over hebben. Ik ga niet alle voorbeelden uitgebreid uitbespreken, want dat duurt gewoon te lang. Ritalin is een bekend geneesmiddel voor ADHD. Als je het gebruikt om die reden, is het ter genezing. Dan gaat het over geneeskunde. Maar hele grote volkstammen, zeker in Amerika, docenten, hoogleraren, die slikken het omdat je beter kunt concentreren en langduriger kunt concentreren. En dan wordt een middel dat ter genezing is ontwikkeld, gebruikt om ons leven op een hoger plan te zetten. Stemming kunnen we doen, beta-blokkers, dat gaat over het hart enzovoort. Er zijn bijvoorbeeld muzikanten die in de spanning voor een concert een beta-blokker innemen om rustig te zijn en beter te kunnen presteren. Genetisch is nogal technologisch nog ingewikkelder. De vraag naar wensbaby's. We willen graag of een jongen of een meisje. Of we willen graag een met blond haar, blauwe ogen. De gewenste eigenschappen, voor zover dat al mogelijk is. Hè. Niet alles is al helemaal mogelijk. Of wordt misschien ook niet mogelijk. Maar dit is waar men naar onderzoek naar doet. En een van de meest nieuwe, moderne ontwikkelingen is in vitro gametogenese. Moeilijk woord. Ik heb ook lang geoefend. In vitro gametogenese, dat wil zeggen dat we zelf de gameten, dus de eicel en de zaadcel, gaan formeren. En hoe zou dat eventueel kunnen? Door een huidcel te pakken, dat terug te programmeren naar stamcellen. En stamcellen kunnen nog van alles worden. Huidcel, hartcel enzovoort. Terugprogrammeren naar stamcel en daar proberen eicel en zaadcel uit te maken. Zover is het al nog niet, maar technisch, als dat zou kunnen, zou je erover na kunnen denken of je een kind van jezelf kunt krijgen. Huidcel terugprogrammeren naar en zaadcel en eicel, en dat zijn dan de gameten. Levensverlenging is een belangrijk onderzoeksveld in dit terrein, want we willen langer leven, maar alleen, we willen niet alleen langer leven, we willen ook graag jeugdig lang leven. Dat is nog een ander verhaal. Dus alleen maar levensverlenging waarbij het lichaam niet beter is, daar zijn we ook nog niet echt naar op zoek. Geheugenuitbreiding.
geheugen wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan, ook in het kader van Alzheimer enzovoorts. Maar kunnen wij het geheugen zoals we dat in gezonde toestand hebben niet verbeteren? Kunnen we het niet uitbreiden? Desnoods met behulp van chiptechnologie. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, komt er natuurlijk heel snel aan. Dat gaat heel rap. Wat worden daar de mogelijkheden van? Wat is daar straks mogelijk? En kan het ons helpen om ons geheugen beter te maken? Het is natuurlijk straks een vraag nog, is dat dan beter? Hè? Want als je iets traumatisch meemaakt en je bent 80 en je herinnert je dat nog op dezelfde manier toen het gebeurde toen je 20 was, dan heb je goed geheugen. Maar of je er een beter leven van krijgt, is maar zeer de vraag. Implantaten, dat is eigenlijk het meest technische. U ziet er rechtsboven ziet u een cochleair implantaat in het gehoor. Hebt u misschien wel gezien, soms dan hebben ze een stukje metaal op het hoofd en dan is de gehoorgang, wordt een microfoon ingeplaatst, zodat je weer terugkomt in het land van de horenden. Dat is geneeskunde. Niks mis mee in principe. Maar met verbetering is de vraag, kunnen we daar niet iets inbrengen, zodat wij supersonisch kunnen horen? Dat we de geluiden kunnen horen die dieren kunnen horen? Dan is dat dus iets wat geen mens kan, maar zou dat niet een goede zaak zijn? En daaronder zie je het retinaal implantaat voor ogen. Het onderzoek begint natuurlijk van mensen die blind zijn, kunnen we die weer laten zien. Maar ik heb één oog vrijwel blind. Ik ben nog een van de laatste die door een rode hond aan één oog blind is geraakt. Dat gebeurt eigenlijk niet meer vanwege inenten. Maar bij een kat is het al geprobeerd in een oog verbinding maken met de camera, zodat je iets van elders op je oog kunt zien. We hebben nu thuis allemaal zo'n camera bij de deur. Nou, waarom moet je daarvoor op je telefoon kijken? Kun je ook rechtstreeks in je ogen krijgen. Of in een leuk gesprek dat ik via het ene oog 5 schermen kan openen, waardoor ik meer kennis heb in het gesprek dan een ander. Of we daar beter van worden is even de vraag, maar dat is waar onderzoek naar wordt gedaan. Afgelopen maand is Elon Musk nogal in het nieuws geweest, heeft de kranten gehaald. En die heeft een brain-computer interface, dus een verbinding tussen brein en computer, aangebracht. En daar linksonder zie je wat in de hersenen, in het hoofd, is aangebracht, de chip. En dat wordt al verbonden met een computer. En Elon Musk die zegt, ja, de belofte is, mensen die verlamd zijn, die kunnen dan weer lopen. Mensen die blind zijn, die kunnen we straks het zicht weer teruggeven. Aandoeningen als obesitas, autisme enzovoort, die kunnen we dan straks genezen als we dat maar willen en maar gaan doen. Dat is een belofte, dat zal straks ook nog wel blijken, die het niet waar kan maken. Bijvoorbeeld aandoeningen als obesitas, autisme, dat zit niet allemaal in het brein. Alsof het daar allemaal bestuurd wordt en of daar de oplossing ligt. Het is een stuk ingewikkelder. Maar wat ik hier moeilijk aan vind, is dat Elon Musk, zoals meestal met dit soort onderzoeken, het wordt gepresenteerd als, daarmee gaan we mensen genezen, daarmee gaan we mensen eeuwig leven geven, daarmee gaan we dus goede dingen doen. Maar wat wil men nu eigenlijk? Men wil eigenlijk een stap verder. En Elon Musk is, zoals dat heet, een transhumanist. En een transhumanist die wil het leven naar een hoger plan brengen. Dus de mens zoals die is niet goed genoeg, die moet opgewaardeerd worden. En, het is in deze versie even weggezakt. Dat zal door de wisseling van de computer waarschijnlijk komen. Better than well. We willen mensen beter maken dan goed. Ze zijn al goed, maar is niet goed genoeg. En transhumanisten willen dus de mensheid op een hoger niveau brengen. En waar gaat het dan over? De levensverwachting, breinverbetering, cognitieve verbetering, resistentie tegen ziekte, infrarood zien, enzovoort, enzovoort. En graag, daar is men ook wel echt mee bezig, onderzoek, kunnen wij de inhoud van ons brein downloaden in de computer? En als je het dan toch over eeuwig leven hebt, zou dat een optie zijn dat wat in de computer zit, de inhoud van je brein, om dat dan te uploaden naar, of straks een nieuw lichaam, of naar een andersoortig lichaam. Het hoeft niet van ons te zijn, hè? Een vleeselijk lichaam, het kan ook een metalen lichaam zijn. Is dat een optie? Daar wordt dus in ieder geval onderzoek naar gedaan. Waar hebben we het vanavond over? Eigenlijk over twee dingen. Lichaamsverbetering, dat zijn de voorbeelden die ik u net gaf. Dat heeft allemaal te maken met het lichaam aanpassen, zodat het beter wordt dan goed. Dus
dat kan op verschillende manieren. De ene manier is, ik ben niet zo sportief, ben ik nooit geweest. Dus hardlopen, dat gaat niet zo. Stel dat ik een middel gebruik, zodat ik net zo hard kan lopen als een topsporter. Dan is dat verbetering voor mij. Maar het is nog steeds menselijk, want een ander kan het zonder hulpmiddelen gewoon. Dus dan blijf ik binnen de menselijke soort. Een andere vorm is dat we boven de menselijke soort gaan zitten. Transhumaan. Naar een niveau dat nog nooit iemand heeft gehad. Denk aan dat je een prothese zou kunnen doen, een beenprothese, waardoor je vele malen harder kunt lopen dan welk mens dan ook. Nou, dan is dat een vorm van enhancement, van verbetering. Of je daar beter van wordt, ik denk aan onze Zuid-Afrikaanse broeder, ik heb de naam even niet scherp, die heeft meegedaan met prothese aan de Olympische Spelen. Ja, precies. En die zit vast vanwege verdenking van moord, of dat is al, daarom zit hij vast. Dus hij is harder gaan lopen, maar is hij een beter mens geworden? Dat is dan steeds de vraag. Bij lichaamsverbetering is ook nog een vraag, als je wat verandert, is dat van korte duur, dan is dat minder problematisch, is het langdurig of is dat voor altijd? Maar de grote vraag die bij dit onderwerp speelt, is deze tweede. Niet lichaamsverbetering, maar mensverbetering. Een beter leven, dat is de vraag. Worden wij van al die technische uitbreidingen, mogelijkheden, voor zover ze kunnen, straks kunnen, worden wij daar een betere mens van? En dat is natuurlijk de grote vraag, wat voor mens willen wij zijn? Wat is ons mensbeeld? Wat is ons ideaal? En dat is eigenlijk de grote vraag die eigenlijk in dit verhaal speelt. En dan gaat het de volgende half uur gaat daarover. Want wie is de mens? En in de filosofie is dat natuurlijk de grote vraag. Eigenlijk de vraag sinds het begin van de mens. Wie is de mens? En de vraag is dan nooit definitief opgelost. Dus ga ik vanavond ook niet doen. Ik begin eigenlijk zomaar eventjes. Want wat, als wij het hebben over wat doen we wel, wat doen we niet, wat is ethiek? Voordat je kunt zeggen wat doen we wel, wat doen we niet, moet je eigenlijk ook weten hoe de cultuur in elkaar zit. Wat is er voor mensbeeld? Hoe kan het dat wij deze mogelijkheden die ik net liet zien, hebben ontwikkeld? In Afrika merk je dat minder, laat maar zeggen. Als je met andere dingen bezig moet je eerst zorgen dat je voedsel hebt voordat je op dat niveau kunt gaan meedoen. Dus er zit altijd een ontwikkeling achter en een cultuur achter en een mensbeeld achter. En het begint bij de moderne tijd. En Descartes is een bekend filosoof en er zitten hier in de zaal mensen die daar veel meer van afweten dan ik. Maar wat gebeurt er bij Descartes, bij de moderne filosofie? Hij zegt, ik denk, dus ik ben. Lang verhaal kort, denken betekent dan dat het denken wordt het instrument om de waarheid te ontdekken. Tot die tijd zou je kunnen zeggen, helemaal in het begin, was er de geestelijke werkelijkheid en de tastbare werkelijkheid, die is er nog steeds. En in het begin van de geschiedenis waren die twee verbonden met elkaar. Als een boer ging ploegen in de primitieve tijd, was dat niet per se om het land te bewerken, maar om de vruchtbaarheid op te roepen. Om de geestelijke wereld de mogelijkheid te geven om vruchtbaarheid te geven. Het draaien van de molen, reden om de geesten om wind te geven. Dat is de primitieve periode waar de geestelijke wereld en de materiële wereld eigenlijk een eenheid was. Men participeerde in beide. Moderne filosofie, en als je naar onze tijd kijkt, wat gebeurt er in de loop van de geschiedenis? Dat die geestelijke wereld eigenlijk steeds meer geparkeerd wordt en we ons vooral concentreren op de materiële wereld. Dat wat wij kunnen zien, de onzichtbare werkelijkheid, is pro memori. En de tastbare werkelijkheid, dat is onze werkelijkheid. En volgens mij staat Descartes daar wel een beetje aan het begin. Ik denk, dus ik ben. Ik ontvang niet de zin meer van het leven, maar ik moet zelf zin aan het leven geven. Er is geen God die mij de zin van het leven geeft, maar ik moet daar zelf iets aan doen. Dus niet wat de Bijbel, ik heb dat maar even zo, niet wat de Bijbel zegt wie ik ben, maar wie ik zelf denk dat ik ben. Dat is dus een behoorlijke omschakeling. In het beeld van de tijd neemt de kennis van de natuur natuurlijk heel snel toe. Natuurwetenschappen, andere wetenschappen. Daardoor krijgen we ook natuurlijk meer macht over de natuur. En waar in het begin van de filosofische geschiedenis het lichaam een mysterie is, hoe zit het in elkaar, hoe werkt het, is het inmiddels natuurlijk helemaal geopend. Wij weten bijna alles van het lichaam. Van de hersenen weten we nog heel veel niet. Maar van het lichaam weten we heel veel.
En voordat je het weet, is het lichaam een object waar we naar kijken en waar wij als denkend mens van alles mee kunnen doen. Dan krijg je een scheiding tussen ik en mijn lichaam. En de evolutionaire ontwikkeling, of de evolutietheorie, die heeft natuurlijk zijn duizenden miljoenen verslagen. Als wij alleen, ik zeg dat er ook bij, als wij alleen het product zijn van evolutie, van de toeval en de evolutionaire ontwikkeling, dan zijn wij een toevalsproduct. En met een toevalsproduct kun je doen wat je wilt. Kun je gaan upgraden als je denkt dat dat kan en als je dat wilt. De ontwikkelingen gaan rap. 20e eeuw, DNA-structuur wordt ontdekt. En in die periode wordt het heel vaak gezien als een informatiebundel. DNA als een receptenboek. En die kun je lezen. En soms zit er in dat receptenboek een fout. En die kun je dan repareren. Waar het mij hier even om gaat, is van, moet je zo naar het DNA kijken, naar je erfelijkheid, of is de erfelijkheid veel meer dan dat? En zegt dat ook meer over wie jij bent? Kom ik straks al even op terug. In onze tijd leven we in een tijd waarin medicalisering sterk aan de orde is. Als ik mensen vraag, wat is voor u het belangrijkste in uw leven? Wat krijg ik dan als antwoord? Gezondheid. En als ik de mensen dan goed ken, dan zeg ik, dan hebt u een probleem. Als gezondheid het allerbelangrijkste is in je leven, en ik ben voor zover ik weet gezond, dus ik wil daar niks van bagatelliseren, maar als gezondheid het allerbelangrijkste in je leven is, heb je geestelijk gezien een probleem. Gezondheid lijkt het heilige te worden. En heilig is datgene wat in jouw leven het allerbelangrijkste is. Ja, dat kan dus gezondheid zijn, kan ook geld zijn, kan voetbal zijn, kan van alles zijn. Wat in jouw leven, wat jij vindt dat het heilig is, dat bepaalt voor een groot deel de richting waar je uitgaat, waarin je de leven uitgaat. Technologie wordt steeds belangrijker. En als er geen geestelijke wereld is, als er geen God is, dan moet je het hier voor elkaar zien te krijgen. En de technologie moet ons helpen alle problemen op te lossen. Die moet ook vooruitgang garanderen. En die moet de toekomst veiligstellen. Zie je ook gewoon gebeuren, hè? Of het nou over stikstof gaat. In Twente zijn veel boeren. Dus wat is dan de gedachte? Laten we een nieuwe vloer in de stal leggen, zodat er minder stikstofuitstoot is. Nou, dan heb ik een jonge vent, jeugdouderling, en die heeft een nieuwe vloer gezet. En dan blijkt dat toch niet goed te zijn, toch niet te helpen, enzovoort. We proberen met techniek, dat ligt niet aan die boer, dat ligt aan onze samenleving, proberen we problemen op te lossen. Of de veiligheid. Als we ons niet veilig voelen, gaan we nog meer camera's plaatsen. Zo dacht Israël tot 7 oktober dat ze veilig waren met camera's en online surveillering. Technologie kan niet alle problemen oplossen en houdt ons ook niet per definitie veilig. We gaan heel snel door de geschiedenis van wie is de mens. Mensverbetering is van alle tijden, is er altijd geweest. Door bijzondere voeding, door onderwijs, door naar de kerk te gaan, door meditatie, door je te bewegen. Dat is allemaal vormen van mensverbetering. Maar wat doen we in onze tijd? Wij zoeken ons heil bij die biomedische middelen. Die moeten ons leven verbeteren. Dus niet het samen zijn, niet de kerk, niet noem het maar op. Maar de geneeskunde, die moet ons helpen. De dokter is ook, met een beetje respect, de nieuwe priester. Hè? Vroeger was de priester en arts. En nu is de dominee is in het zwart en de andere priester is in het wit. Dus ze hebben dat. Daar zie je het ook precies gebeuren. Het geestelijke, de dominee, en het materiële, de arts, die zijn uit elkaar gegaan. Dus ik heb een hele goede huisarts die zegt van, als je weer terugkomt, net zo lang weg bent als de vorige keer. Ik zeg, nou, dan mag ik toch hopen. Dat was, ja, maar je moet ook een keer vaker komen. Ik zeg, hoezo? Ja, ik wil even weten hoe het met je is. Ik zeg, pardon, dat is mijn vak. He, dus daar zie je precies wat er gebeurt. De geestelijke wereld en de materiële wereld worden uit elkaar gehaald. En dat ben ik niet voor, maar dat zal straks ook zeker wel blijven. Wat ik wel moeite mee heb, is, of mee zorg, maar de jeugd die heeft best een moeilijk leven in die zin. Ze moeten uit alle aanbiedingen die er zijn, alles wat ze zien, moeten ze zelf maar kiezen wat bij hun past en waar zij hun leven mee willen opbouwen. Dus de keuze is reuze, maar als er geen verhaal is in je leven waar je je op richt,
dan moet je dus uit alle dingen die er zijn zelf keuze maken en moet je zelf je leven vormgeven. Je bent wie je kiest, met als gevolg ook nog, als je niet goed hebt gekozen, ja, dat is je eigen schuld. Had je het maar beter moeten doen. Vandaar dat de druk op jongeren ook best heel erg groot is. We willen de werkelijkheid vormgeven naar ons eigen beeld. En zo is het ook met lichaam. We moeten ons lichaam aanpassen. Je ziet nu ook de tattoos, hè, die zijn wijd verspreid. Dus ons lichaam is niet mooi genoeg. Die moeten we verder aankleden, mooier maken. Maar goed, wat is dan de waarde van je lichaam? Heeft het alleen maar waarde als het gezond is, als het mooi is, of zolang het bruikbaar is? Dat zie je ergens ook wel, hè? We proberen het leven steeds meer te beheersen aan het begin van het leven. Je zou bijna denken als je zwanger bent dat je ziek bent. Gezien alle controles, is er ook eventueel iets mis? En aan het eind van het leven ook, mogen wij ook nog zwak zijn, kwetsbaar zijn enzovoort. Dit is een beetje de lijn van hoe het in de geschiedenis is gegaan en volgens mij hoe onze cultuur naar de mens kijkt. Nu is het christelijk mensbeeld, is denk ik net even iets anders. Christelijk mensbeeld is ook heel groot, ik kan niet de hele Bijbel vanavond langs. Je kunt dat vanuit vier brandpunten misschien het makkelijkste doen. De vier brandpunten van de heilsgeschiedenis. De schepping, het ontstaan, God maakt mensen. De zondeval of de intrede van het kwaad, hoe je het noemen wilt. De redding, Jezus Christus, zijn komst, de verlossing. En de herschepping of de nieuwe schepping. Dat zijn makkelijke brandpunten om te kijken naar wie de mens is. God schiep de mens. En God die staat duidelijk boven de schepping. Hij is de schepper en hij maakt de schepping. Dus de hemel is schepping, de aarde is schepping. De mens is ook schepping. God neemt daartoe het initiatief. Hoe mooi is dat? God wil graag mensen maken. En hij schept de mens in twee vormen, mannelijk en vrouwelijk. De gedachte is dat wij van de schepper afhankelijk zijn. Dat is een lastig woord, dat willen we graag, of liever niet meer horen, afhankelijk zijn. Dat, vertrouwen, geborgenheid. De vraag is of wij überhaupt kunnen leven zonder een vorm van vertrouwdheid, zonder een vorm van geborgenheid. Wat doet het met kinderen bijvoorbeeld die opgroeien als ze nergens geborgen zijn? Wat doet dat met wie ze worden? De mens is op de aarde gezet en de bedoeling is... dat wij God bemiddelen. Wij zijn beeld van God. En beeld van God wil zeggen, kort samengevat, dat wij vertegenwoordiger zijn van God. Ambassadeur van God. Dat is heel snel gezegd, maar dat betekent nogal wat. Als mensen u, mij, meemaken, wat zien ze dan van God? Dat is dan gedacht, wij zijn beeld van God. Dus het kan soms zijn dat het enige wat iemand ooit van Christus ziet, dat u dat bent. Zijn geroepen en gemaakt, en niet alleen geroepen, wij zijn beeld van God. Alle mensen zijn beeld van God. En de bedoeling is representatie en koningschap. Wij zijn koning over de aarde. Heersen mogen wij over de aarde, maar dat betekent twee dingen. Bewerken, ontwikkelen, de boel beter maken, maar ook beschermen. Die horen bij elkaar. En nu speelt de term co-creatie in de ethiek een hele grote rol. Je ontkomt er bijna niet aan. Co is met, creatie is schepping, medeschepper. Ik vind dat een lastige. Eigenlijk wil ik die niet gebruiken, want het komt er bijna niet aan. Dus met dat ik hem niet gebruik, kom je al bijna buiten de discussie te staan. Maar co geeft iets aan vergelijkheid. En dat is nou precies niet, omdat wij afhankelijk zijn van God. Dus ik heb al het woord subcreator gebruikt. Hè. We zijn wel creatief. En het meest creatieve ben je als mens. Wanneer? Als kinderen krijgt. Dat is het dichtste eigenlijk bij de creatie van God. God, ik, gij, hè? God spreekt, de geest zweeft over de wateren. De man, vrouw in dualiteit geschapen en die kunnen creatief. Maar dan is er nog steeds geen co-creator. Als we het straks hebben over bijvoorbeeld wensbaby's. Wij kunnen geen baby's maken, wij kunnen geen leven maken. Wij zijn geen creator. Dan kun je als beeld subcreator zijn. Maar die tweeslag is heel belangrijk. Medeschepper naast God, voordat je weet, word je een opschepper. En gaat het de verkeerde kant uit.
En het ging in de Bijbel natuurlijk ook al meteen de verkeerde kant uit. Waar ging het fout? Bij de boom van kennis van goed en kwaad, oftewel het bepalen van goed en kwaad. Ethiek is, want dat is een lastig vak, want van wat goed en kwaad is, heeft de mens absoluut geen verstand. God is degene die bepaalt wat goed en kwaad is. En wij zijn daarvoor afhankelijk van God, van openbaring. Dus dat is nogal wat. Als wij zelf gaan bepalen wat goed en kwaad is, als we ons leven zelf gaan vormgeven als volstrekte onafhankelijke die niks met God hebben of willen hebben, wat wordt dan het houvast in je leven? Je leven, je lichaam, je gezondheid. Dus daarom is ook gezondheid is super belangrijk. Maar als dat je houvast is, het heilige in je leven, kom je dus in de problemen vroeg of laat. En calculatie is dat we ons leven gaan berekenen. Het vertrouwen is weg, de houvast is weg, de afhankelijkheid is weg. Nou, dan moeten we het zelf gaan doen. En dan bemiddel je niet meer wat God zegt, maar dan bemiddel je je eigen mening. Ik denk, dus ik besta. Dus het individualisme komt dan ook meteen op. Adam had het met zijn vrouw over wij, en meteen na de val heeft hij weer over ik. Dus het individualisme komt ook op. En er ontstaat een centrale machtsvorming, maar die gaat wat ver. We gaan er met grote sprongen doorheen. Voor het mensbeeld is de schepping belangrijk, de invasie van het kwaad. Maar wij zijn christenen en dat betekent dat wij geredde mensen zijn. Dus in die zin, om nog maar even een botte uitspraak de zaal in te gooien. Wat kan er in mijn leven misgaan? Inderdaad, helemaal niets. Dat moet je in de pastoraat natuurlijk zo niet doen. Maar ten diepste, als ik van Christus ben, gaat er in mijn leven nog heel veel fout, veel verdriet kan er zijn enzovoort. Dat daar niks van afdoet. Maar in principe ben ik geborgen in Christus. Christus komt en is het ultieme beeld van God, het volmaakte beeld van God. Moet je daar eens over nadenken. Hij komt naar de aarde, geen plaats. Ga maar naar de stad. Zijn ouders snappen hem niet. Zijn vrienden verraden hem. De mensen laten hem uiteindelijk in de steek. Hij lijdt, hij moet op de vlucht, hè, al als kind. Zijn leven is een leven vol lijden en toch is hij volmaakt beeld van God. Wat zegt dat voor ons, hoe wij de mens willen maken? U snapt wat ik bedoel, denk ik. Wat Jezus doet, is de verlorenheid verzoenen en het begin maken van de nieuwe schepping. Jezus wil de mensheid, en de aarde, vanavond gaat over de mensheid herstellen tot het scheppingspotentieel dat zijn vader had gegeven. En wat doet hij? Hij herstelt de integriteit van mensen. Dus denk aan de man die door het dak wordt naar beneden wordt gelaten. Zijn vier vrienden die geloven in Jezus en die denken dat Jezus hun vriend kan genezen. Maar hoe brengen we hem bij Jezus? Nou, via het dak. Voor Jezus komt hij neer en dan, ja, wat wil je eigenlijk? Ja, genezing. En wat krijgt hij? Vergeving. Dus daar zit de integriteit. Uiteindelijk daarna ook genezing. Maar de prioriteit, het begin van alle ellende, is het kwaad. Dus daar zet Jezus op in. En vanuit de vergeving van de zonde kan het lichamelijk bestaan weer herstellen. Daar begint de nieuwe schepping. En als gelovigen zijn wij tempel van de geest. Onderschatten we ook volledig. Dat God in je woont. Dat is geen kleinigheid. En als ik dan kijk hoe ik me gedraag. En ik zei net, als ze mij meemaken, moeten ze iets van God zien. De geest is in mij. Dan moet nog aardig wat geschapen, herschept worden. Herschapen worden. Maar herschepping is dan ook een veranderingsproces in het heden. Als je het hebt over mensverbetering, als christen, is dit mensverbetering. Dat de Heilige Geest in je hart en leven aan het werk gaat om je leven op het niveau te brengen waar God het bedacht heeft. En eventueel hoger nog. Als we denken aan het Nieuwe Jeruzalem. Dus, en dan de lichamelijke opstanding, die komt aan het eind. Dus we hebben het over mensverbetering, technisch van alles verbeteren aan je lichaam of veranderen aan je lichaam. Maar geestelijk gezien komt dat, je lichaam op niveau brengen, pas aan het eind van de geschiedenis als Jezus terugkomt. Dus wat is de prioriteit, christelijk gezien, is geestelijke vernieuwing. Lichamelijke vernieuwing komt bij de wederkomst.
Het is een plaatje dat ik meestal gebruik. Want wat is nou, dit is eigenlijk wel de clue van het verhaal. In het Nieuwe Testament komen twee woorden voor leven. Het een is bios en het andere is zoë. Bios is ons biologisch leven. Dus alles erop en eraan, het leven zoals we dat leven, geboorte, ziekte, sterven enzovoort, dat is bios. Zoë is leven met een hoofdletter. Eeuwig leven, leven met de eeuwige. En dat is ook niet iets voor later, hè. Hoe vaak dat wel niet tegenkom, dat mensen, ja, dan ga ik naar de hemel, dan het eeuwige leven. Dat is sneu. Dat is heel sneu. Want dat betekent dat je dat nu nog niet hebt. Het eeuwige leven is leven met Jezus, verzoend door Jezus. En dat begint dus nu, dus het eeuwige leven is... En je ziet dat Jezus zich daarop richt. Hè, dat net ook met die verlamde man. Vergeving, zoë, eeuwig leven. En bios komt daarna. Hier kan ik het wel, de oude vertaling kent u allemaal nog wel. Het leven in het vlees, Paulus. Dat is sarx, leven in het vlees. Dat is het leven zoals dat op aarde is. Met al zijn mooie dingen, maar ook met al zijn verdrietige en slechte dingen enzovoort. En pneuma is geest. En zoma, dat is een nieuw woord dat door Paulus wordt geïntroduceerd. En dat is ons lichamelijke bestaan. Met alles erop aan, dus dat is ons leven. Zoma, daar heeft... Het vlees negatieve, heeft bij de oude mensen heeft er heel veel invloed op. Alles wat op ons afkomt, oh ja, dat is natuurlijk soma. Soma, ik zal eventjes een stapje terug. Soma is mijn lichamelijke bestaan. En op mijn lichamelijke bestaan komen allerlei machten af. Dat is de bedoeling, zo zijn wij gemaakt. De macht van de liefde, de macht van de slang, de macht van de natuur, de macht van economie in onze tijd, macht van voetbal, van seksualiteit, macht van... Het zijn allemaal machten die op ons afkomen. En te midden daarvan moeten wij positie innemen. Welke macht laat ik bepalend zijn in mijn leven? Dan zei je net, gezondheid, als dat de bepalende macht is, is dat de meest machthebbende in mijn leven. Als geld, maar enzovoort. Christus kan dat dus ook zijn. Sarx is het vlees, negatief pneuma is de geest van Christus. In het oude leven worden wij vooral beïnvloed door alles wat ook met het kwaad te maken heeft. De pneuma is de geest van Christus en die begint je te vernieuwen. Dat betekent dat de sarx, het vlees, minder invloed krijgt. Het lijntje is ook dunner, hè? Dat is de nieuwe mens, daar leven wij nu, sinds de opstanding van Christus. En de opstandingsmens is als Jezus terugkomt. Dus we zitten hier tussenin. En wat is de bedoeling? Dat de geest van God, steeds meer invloed krijgt in mijn geest, in mijn leven, in mijn doen en laten. Waardoor ik een geestelijk mens word. Dat is mensvernieuwing bijbels gezien. En geestelijk is dus niet spookachtig of anders lichaam. Geestelijke mens is de mens die het stuur van zijn leven in de hand legt van de geest van Christus. Ja? Dus dat is mensverbetering in bijbels licht, denk ik. Je kunt dus, voor ethiek heb je drie dingen nodig. Eerste is visie op de cultuur, daar hadden we het net over. Hè? Descartes, mens, hoe zien ze deze tijd de mensen, de jongeren die ze dat anders moeten doen. Visie op de cultuur, mensbeeld van onze tijd. Tweede wat je nodig hebt, is je levensbeschouwing. Dat kan humanistisch zijn, dat kan atheïstisch zijn, dat kan christelijk zijn. Voor mij is dat een christelijke levensbeschouwing, hebben we net gezien, hè? Een stuk uit de Bijbel laat ik zeggen. En als derde wat je nodig hebt, is de medische praktijk, als het medische ethiek is. De kerkelijke praktijk, als het ethiek in de kerk is. Techniek, dus de praktijk waar je ethiek uitoefent, is ook nog belangrijk. Vanuit de Bijbel, enkele richtinggevende noties. Scheppen, wat God doet, is grenzen trekken en een structuur aanbrengen. Licht, duister, mens, dier, aarde, land, zee, dat zijn grenzen trekken. Dus als God leven wil ontwikkelen, trekt hij grenzen. Nou, mens is beeld van God hebben we gezien, duidelijk onderscheid hebben we gezien, geroepen om te heersen. Genesis 3, de zonde. Iedereen voelt dat het niet meer is zoals het zou kunnen zijn, de wereld en mijn leven. Dat weet iedereen. Dat is dus een algemene kennis. En wat doen wij? Wij zijn op zoek naar dat verloren ideaal. En daar komt die mensverbetering ook in. Hè? Het is niet meer zoals het was. Het paradijs zijn we kwijt, zijn we uit. Hoe krijgen we dat terug? Dat is de drive, denk ik, achter mensverbetering. Kenmerken van de mens waar we niet van afkomen, die zijn existentieel of constitutief of andere moeilijke woorden, die zijn afhankelijk van God, maar ook van elkaar. Ja? Ik bedoel, zonder auto was ik hier niet gekomen, ik kan geen auto maken, noem maar op.
We zijn afhankelijk. We zijn vergankelijk. Dat was ook in het paradijs al zo. Wij konden sterven. Had niet gehoeven, maar we konden het wel. En nu gaan wij sterven. We zijn verantwoordelijk voor wat we doen. Adam valt. Adam, waar ben je? Vraag om de verantwoordelijkheid. En wij mensen zijn zo machtig dat het ook helemaal mis kan gaan. Destructies. Ik denk ook aan de tijd van Noach. Totale destructies. Of Babel, wat eigenlijk mislukt is, Genesis 11. Maar wij kunnen ook heel veel. En daar is op zich niks mis mee, want we zijn bijna goddelijk gemaakt. Psalm 8. Onderkoningen, subcreator. Dus wij kunnen heel veel. En die, met die macht mogen we natuurlijk ook wat doen. Wat is nou de betekenis van de dingen? Wat is de betekenis van mijn lichaam? Ja, ik kan zeggen, ja, ik vind mijn lichaam niet belangrijk. Ik vind alleen mijn brein belangrijk. Mijn lichaam, dat kan de vuilnis in. En mijn brein kun je downloaden in de computer. Blijf ik toch nog eeuwig leven. Ik weet niet of dat, of ik weet wel, dat is niet zoals ik er tegenaan zou kijken. Wat volgens mij voor de ethiek belangrijk is, is een houding van dankbaarheid. Van eerst is kijken wat je hebt, wie je bent, wat je hebt ontvangen en wat is daar nou de betekenis van. Leer dat eens te waarderen, voordat we altijd kijken van wat kan beter, wat kan anders. Ik zal straks een plaatje laten zien over hoe ons lichaam in elkaar zit. Maar techniek, kan die doen wat hij wil of moet techniek respect hebben voor hoe mijn lichaam in elkaar zit? Dat er een structuur is die van waarde is voordat ik er wat van vind. Oftewel, God heeft mij dit lichaam zo gegeven, of ons lichaam, en omdat dat vrij algemeen is, daarom hebben we zo'n goede medische wetenschap. Dat mijn lichaam zo is zoals het is, heeft dat geen waarde en ik denk dat die waarde heeft en dat dat gerespecteerd moet worden. Ik zeg niet dat er niks mag gebeuren, want ik zag C vandaag had er een mooie kop boven gezet. Heusinkveld waarschuwt voor manipulatie. Dat is altijd aandacht trekken. Ik waarschuw op zich voor manipulatie, maar wij leven buiten het paradijs. Dus techniek kan ingezet worden voor heel veel goede dingen. Geneeskunde kan ingezet worden voor heel veel goede dingen. Er is heel veel wanorde en die moeten we tegengaan. Maar dan gaat het over herstel en het gebruik van techniek voor herstel. En ons onderwerp is... niet voor herstel, maar voor opwaarderen. Dus verbetering is heel mooi. Dat is wat ik net noemde van wat zou God gedacht hebben. Wordt het kruis of wordt het kroon? Dus uit de wikkels halen vind ik ook een mooie term. Dus wel wat doen. De man met het talent die het talent in de grond begroef, die kreeg op zijn dag van Jezus. Dus dat is niet de bedoeling. Maar wat verwacht je van de techniek? Kan de techniek ons het eeuwige leven geven, het heil geven, het echte geluk geven? Ik denk dat dat zeker niet kan. Als je techniek krijgt dan een plek die het niet verdient. Dan krijgt de techniek is ons heilsmiddel. En ons heilsmiddel is uiteindelijk geloof. Maar als je dan wel bezig wilt zijn, hoe moet dat dan? Nou, God heeft ons gezegend. En volgens mij betekent zegenen dat je alles ontvangt wat nodig is. Dat is wat anders dan wat je wilt. Alles wat nodig is om Gods doel met jouw leven te bereiken. Dat is ook een lastige. Zegen dat je alles ontvangt wat nodig is om niet mijn doel te bereiken, maar om Gods doel met mijn leven te bereiken. Uiteindelijk is dat koninkrijk. Maar dat is zegen. En zegen is dus ook genormeerd. God zegent man en vrouw. God zegent de structuur zoals die aan heeft gebracht. Dus... daarbij moeten we ons aansluiten. En als wij mensverbetering echt goed willen doen, dan is het geslaagd als God daardoor beter in beeld komt. Want dat was wie ik ben. Gods beeld, wie u bent. Dus als wij het mens willen verbeteren, desnoods met techniek, dan komt God daardoor beter in beeld. Dat is de gedachte. God neemt zelf mensverbetering te hand, hebben we net gehad. En de eindigheid van de mens is niet alleen negatief. Dat God er een grens aan heeft gesteld, Genesis 6, 120 jaar, dat kun je ook anders uitleggen, maar ik leg hem op deze manier uit, 120 jaar. Dat is ook een stuk genade. Het leven kan zo moeilijk worden dat het ook verlossing is als je naar de Heer mag, het Koninkrijk in mag. Ons lichaam is niet zomaar iets. Anders zou niet in de grondwet staan dat ons lichaam onaantastbaar is.
Als ik mijn lichaam ga aanpassen, moet ik uitkijken wat ik doe. Mijn lichaam heeft een bepaalde structuur. Waarom heb ik geen ogen in mijn achterhoofd? Waarom is mijn geheugen zo dat ik dingen vergeet? Waarom is mijn lichaamstemperatuur 37 en niet 20 en 50 enzovoort? Dat is een bepaalde structuur. Wijk je daar zomaar vanaf, dan kom je lichamelijk in de problemen. Wat verder ook belangrijk is, is de integriteit van het lichaam. En de identiteit. Wie ben ik? En waar hangt dat vanaf? En welke rol speelt mijn lichaam daarin? Deze is erg ingewikkeld. Ik zie minimaal twee hoogleraren voor mij die hier veel meer kaas van hebben gegeven. Maar dit is, vanuit de christelijke filosofie, de filosofie van Dooyeweerd, zou dit een tekening kunnen zijn van welke aspecten er in mijn leven een rol spelen. Het is ingewikkeld, zal er iets over vertellen. Alleen maar om even een signaal af te geven. Fysisch-chemisch, dat zijn de moleculen waaruit ik ben opgebouwd. Dat is onder andere mijn DNA. DNA, dat is mijn erfelijkheid. Hoe vaak hebt u al gehoord dat een dokter meteen vraagt van, hebt u familie? Zullen we onderzoek doen naar de familie of een bepaalde DNA-afwijking in de hele familie aanwezig is? Wat nou belangrijk is in deze gedachte is dat DNA wel belangrijk is. Daar kan een fout in zitten. Er zijn maar enkele fouten die gegarandeerd een ziekte opleveren. Huntington is daar één bekende van. Als je die fout hebt, word je ziek. Vaak pas rond 40, 45, maar dan word je ziek. Maar heel veel foutjes die aanwezig zijn, hoeven niet te betekenen dat je ziek wordt. Want DNA doet niks, totdat het in een levende cel komt. Pas in een levende cel wordt DNA afgelezen. En hoe dat precies wordt afgelezen is nog super ingewikkeld. En een bepaald stukje DNA, daar kan een fout in zitten, maar wordt dat stukje soms ook nog ergens anders voor gebruikt? Dat weten we niet altijd. Dit is een levende cel. Dit is mijn gevoel en mijn perceptie. Het psychische. Het psychische, zonder DNA heb ik geen psychisch leven. Maar mijn psychisch leven kan ook nog mijn DNA beïnvloeden. Als je slecht te pas bent, voel je ook ziek soms. En als je slecht voor jezelf zorgt, biotisch, soms heb ik griep en denk ik, oh ja, de laatste tijd veel te laat in bed gaan, slecht gegeten enzovoort enzovoort. Het biotische beïnvloedt mijn gevoel enzovoort. Dit is de actstructuur, dat is mijn denken, mijn willen, mijn innerlijke leven, voordat ik een beslissing neem om te gaan handelen. Dit moet je eigenlijk zo zien. DNA is het fysisch-chemische onderste. Het volgende is het biotische. In de levende cel komt DNA tot uitdrukking. Mijn psyche is daar weer een structuur bovenop. En mijn denken, willen enzovoort is daar nog weer een structuur bovenop. Waarom laat ik dit zien? Omdat het ingewikkeld is. En dat is precies de bedoeling. Het lichamelijke functioneren is volstrekt ingewikkeld. Dat is een geheel waar alles met alles te maken heeft en alles beïnvloedt. Mijn denken, zware depressie, kan mijn DNA zelfs beïnvloeden. DNA kan een basis geven waardoor je eventueel sneller een bepaalde ziekte hebt dan een ander. Maar je hoeft het niet per se te krijgen. Want je hebt ook nog de omgeving, het milieu. Door het milieu kun je kanker krijgen. Kan je DNA worden aangetast. Dus binnen het lichaam heeft alles met elkaar te maken, werkt alles op alles in. En de omgeving ook nog. Het is een korte samenvatting van dit, maar wat voor mij dus belangrijk is, is dat u dat in de gaten hebt, dat als je iets aan het lichaam verandert, op het biotische niveau bijvoorbeeld, dat dat invloed heeft op alles. Als ik een prothese krijg om hard te rennen, word ik een ander persoon. Ik ga prijzen winnen. En dat doet wat met mij, doet wat met mijn omgeving. Ik krijg nieuwe vrienden, want ik ga veel verdienen. Dus dat is het lichamelijke bestaan, mijn soma, en alles heeft met alles te maken. Dus dat is een belangrijk gegeven. Natuurlijk is de vraag, als ik me ga verbeteren, wie ben ik? Nou, dat is ook nog een stuk ingewikkelder dan wij denken. Ik ben iemand van de menselijke soort. En dat kun je zien, want we hebben allemaal hoofd, body, benen, armen in principe enzovoort. Als ik ineens drie armen heb, dan heb ik misschien iets verbeterd. Maar dan val ik buiten de menselijke soort zoals die nu is. Tegelijk twee, ik ben een unieke mens. Er is geen tweede, weet je wel.
En dat is van u geen tweede persoon. Zelfs als je een eeneiige tweeling bent, waar dus eeneiige tweeling DNA exact hetzelfde is, heb je toch twee verschillende mensen. Hoe komt dat? Omdat DNA niet alles bepaald is. Wie de cel ook niet enzovoort enzovoort. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Dus eeneiige tweeling zijn twee verschillende mensen. Als ik ineens mijzelf verander door mij aan te sluiten op de computer, waardoor ik kennis aan boord heb die u niet hebt, sociale identiteit, wie ben ik dan nog? Herkent u mij nog? Of als ik helemaal een ander uiterlijk doe of wat dan ook. Ik ben ook wie ik ben door de groep. Ik kom uit Twente, werd duidelijk net gezegd. Van, nou, ik heb wel eens eerder gehad dat ik ergens spreekte. Oh, hey, Herman Frink is ook weer. Je kunt hem horen. Hè? Dat bepaalt mede wie ik ben. En mijn levensverhaal ook. De levensverhaal inderdaad als het gaat over studie. Daar spelen mensen een rol in. De reformatorische wijsbegeerte speelt daar een rol in. Waardoor ik word wie ik ben. En mijn ideale identiteit, die heb ik nog niet gehaald. Ik vermoed dat ik die ook niet ga halen. Dat probleem moet Jezus oplossen. Maar we hebben natuurlijk wel ideaalbeelden. En dat zie je bij jongeren dat het heel belangrijk is. De sociale media geven een ideaalbeeld, alleen maar ideaalbeelden. En daar voldoe ik niet aan. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Het feit dat zoveel jongeren depressief zijn, zegt toch al wat. Overleg gehad vanuit de ChristenUnie met de Maarten van Ooyen, staatssecretaris. De jeugd. 1 op de 6 jongeren heeft professionele hulp en dat gaat naar 1 op de 5. 20% van onze jongeren heeft professionele hulp. Dat zegt iets over de maatschappij waarin wij leven. Over de sociale identiteit, wie wil ik nu zijn, wat, en mijn ideale identiteit. Dus hier zitten heel veel problemen als je het hebt over mensverbetering. Hoe het ook bent of keert, ik zal altijd beperkt blijven. Dus wat ik ook aan mijzelf verander, verbeter, dan is er een andere beperking die er nog, is. Ik blijf altijd beperkt. Maar aanvaard ik nou wie ik ben? Zelfaanvaarding is een belangrijk iets. Ben ik het ermee eens om degene te zijn die ik ben? Kan ik daarmee leven? Kan ik daar blij mee zijn? Kan ik daar, je hoeft niet jezelf hoog te achten, maar met wat God mij gegeven heeft, kan ik daarmee uit de voeten? Ga ik het daarmee doen? Ben ik het eens met de grens die God en anderen voor mij trekken? Of moet ik daar altijd overheen? En mensverbetering is altijd nog iets geweest via opvoeding en vorming. En het vraagt tijd. Boeken lezen vraagt tijd. Bijbel bestuderen vraagt tijd. Tijd met God doen vraagt tijd. Waardoor je je ontwikkelt. Dat is de normale gang van mensverbetering. Maar goed, we hebben het liefst in handen. En dan krijg je de cyborg. Dat is half mens, half machine. En dat is eigenlijk gewoon het verlangen van ik wil mijn leven in handen hebben. Ik wil er zelf Heer en meester over mijn leven. Deze sla ik even over. Ik weet dat er een paar in de zaal zitten die met techniek en zo bezig zijn. Daarom heb ik die slides erop gezet, voor het geval dat. Maar dat is de verschillen tussen mens en machine. Dat is denk ik een beetje te wetenschappelijk voor dit moment. Dat kan altijd straks nog. Als afronding. Kaders rond mensverbetering. Ik vind sowieso dat mensverbetering niet thuis wordt in de geneeskunde. Want het woord zegt het al, geneeskunde is om te genezen, te herstellen, gezondheidszorg. In de medische praktijk gaat het om liefdevolle zorg. Valt verbeteren onder een liefdevolle zorg, gezond en welzijn van de mens? Dat is dan nog maar even de vraag. Want wat gebeurt er in plaats van het leven te waarderen en te ontvangen, komt er een kwaliteitstest op. Ben ik goed genoeg? Is mijn lichaam genoeg? Zie ik er goed genoeg uit? Nou, het antwoord van mezelf is altijd nee, want ik ben het ideale heb ik niet. Maar hier ga ik het mee doen. En kwaliteitstest is echt wat anders. Hè? Dan heb je een bepaald standaard en dan moet iedereen aan voldoen. Ja, dan moet de medische wetenschap ingrijpen. Proberen hier het volmaakt te krijgen kun je willen. Maar wees zo nuchter dat dat niet gaat gebeuren. We leven buiten het paradijs. Ja? En ook wat voor techniek je ook invult, gaat niet gebeuren. Dienst aan het leven. Dat is ook wel... Ik heb een avond over levenskunst gehouden bij ons in de buurt, Hellendoorn, gemeente Hellendoorn. Uitverkochte zaal, daar schrok ik wel een beetje van. In de zin van, ja, is mooi natuurlijk.
Maar dat het leven aankunnen, dat dat zo ingewikkeld is geworden. Omdat we daar vragen bij hebben enzovoort. Nou, de ene laatste sla ik over de onderste. De claim van het verbeterdenken is dat iedereen er beter en gelukkiger van wordt. Hè? Elon Musk. Als we dat en dat en dat en dat, heeft iedereen een beter leven. Dat is een claim die niet hard te maken is. Als we dan toch verbeteringen aanbrengen, dan moeten het verbeteringen zijn die passen bij mij, bij mijn levensverhaal. Ik moet het kunnen incorporeren in mijn levensverhaal. Ik moet niet ineens na de verbeterhandeling een andere Bert-Jan zijn, die ik zelf niet ken, die een ander niet kent. Dan is er een veel te grote verandering aangebracht. En het moet coherent zijn. Past het bij wie ik ben, in mijn geval als christen? Als ik iets technisch ga doen met mijn lichaam, past dat bij wie ik als christen wil zijn, waar we net zagen waar de pneuma, waar de geest het stuur in handen heeft. En leven betekent ook omgaan met de grenzen van het leven. Mijn lichaam is ook al een grens door de schepping, door de structuur, door God aangegeven. Dit is de grens van mijn lichaam. Maar er zit ook een grens aan wat ik kan. Er zit een grens aan hoe oud ik word. Tegelijk met wie ik ben, dat zijn ook de mogelijkheidsvoorwaarden. Daarmee mag ik het doen. En in het geloof zeg ik, daarmee kun je het doen. En de vraag, grote vraag, is er na verbetering van het leven, technische verbetering, is mijn leven dan beter geworden of is het alleen maar anders?